terug live. Kunnen jullie laten weten, als jullie mij horen of zien? Het is terug woensdagavond en ik heb een maand of twee geleden het idee gehad om elke woensdagavond om 8:30 te streamen. Vandaag zijn we een klein beetje later. Gewoon om, ja, dat was door corona, ik had nood aan sociale contacten en ik amuseer mij met de camera en de micro en op die manier heb ik contact met sommigen van jullie. En ik vind dat leuk en blijkbaar sommigen van jullie ook. En dat is wel tof. Vorige week was ik er een weekje tussenuit. Ik was een dag gaan wandelen op de Kempense Heide. En ik was veel te laat terug thuis, dus ik kon niet meer streamen. En het is toch bijzonder dat je, als je een bepaalde gewoonte hebt gekweekt en je slaat één keer over, dat die keer nadien weer lastig is. Ik zag er wel een beetje tegenop om vandaag terug die computer op te starten. Ik was liever, denk ik, gewoon in mijn zetel gekropen. En ja, Netflixen. Maar ik dacht, nee, we hebben die gewoonte gekweekt. Ik heb het mezelf dat voorgenomen. Ik ga dat blijven doen. Ik kreeg een berichtje. Dat is wel bijzonder. Want misschien is het... Ah, even kijken, een secondje, hè. Ah, oké. Okay. Het is niet relevant voor de stream. Soms gebeurt het dat ik een berichtje krijg dat jullie mij niet goed horen. Maar dat is niet het geval. Laat ik je horen in de stream als jullie mee horen. Ik zie dat er mensen kijken en dan weet ik zeker dat het allemaal goed doorkomt. Ja, ik ben vandaag terug naar Nederland gereden. Op en af naar Vught bij Den Bosch. Om een dagles te volgen bij Vera Helleman. Ik heb al de mensen die regelmatig naar mijn stream kijken. Ah, merci Dominique, merci. De mensen die in mijn stream kijken weten dat ik dat traject, de emotiecoach noemt dat. Dat is een tweejarige opleiding, één dag in de maand. Het was nu toevallig twee keer in de maand, maar bon. Dus in principe één keer in de maand volg ik les. Het mag iets luider, zegt Dominique. Oké, okay. Dan ga ik het een beetje luider zetten. Voilà. Merci. Dominique is radioman, dus die... het ideale publiek om mij daarbij te helpen. Dus ik ben vandaag naar Nederland geweest en ik ben echt letterlijk 5 minuten voor ik de stream startte thuisgekomen. Dus alright, Dominique zegt dat het perfect is. Ja, dus ik ben vandaag, maar daar ga ik straks even over. Ik ga het niet te lang maken vandaag ook weer, ik ben moe. 5 uur in de auto, 6 uur les volgen. Mensen is dat een beetje moe van. Maar eerst en vooral een beetje vertellen. Ja, goh, er is veel gebeurd de voorbije 2 weken. Sinds kort is mijn relatie uit. En dat is lastig. Dat is niet leuk. We hebben afscheid genomen in diep respect voor elkaar. En ik merk dat het... ik mis haar natuurlijk. Normaal als je relatie beëindigt. Zelfs al was hij nog niet zo heel erg lang, dat je die ander wel mist. Maar het gaat goed met mij. En het leuke is, ik heb een aantal mensen ook via WhatsApp en zo daarover bericht. En ik voel echt wel steun van mensen rond mij. En dat is wel fijn. Ja, en... Ik ging overgaan naar het volgende onderwerp, wat heel raar is. Ik heb ook goed nieuws. Nee, ik heb geen ander lief, absoluut niet. Ik ben er echt nog niet aan toe. het is zo absurd, maar de Bitcoin staat fantastisch. Ik heb jullie al een paar keer gezegd de voorbije weken dat ik een paar honderd euro geïnvesteerd heb in Bitcoin. En schijfjes van 50 euro heb ik om de week of twee geld
in Bitcoin gestoken. Ik heb nu 300 euro geïnvesteerd in mijn in Bitcoin. En die is ondertussen op een paar weken tijd 350 euro geworden. Dus ik heb 50 euro winst gemaakt op een paar weken tijd. En naar het schijnt gaat de Bitcoin alleen maar omhoog gaan. Dus ik ga daar niet mijn hele spaarboek op zetten. Maar ik vind het toch leuk. Ik zou een uur kunnen vullen met te vertellen waarom ik zo blij ben dat Bitcoin omhoog gaat. Maar ik ga dat nu niet doen, omdat dat nu even geen prioriteit is. Maar ik ga daar wel een keer over met jullie babbelen. Ik vind Bitcoin een heel tof concept en ik geloof erin. Ja. Het is de eerste keer dat ik vandaag weer spreek over mijn relatie die afgelopen is. Ik voel me direct weer even naar beneden gaan. Maar bon. Vandaag ben ik dus naar Nederland geweest, naar terug een dag emotiecoach bij Vera Helleman. Mensen die de vorige keer al geluisterd hebben, die weten het al een beetje, maar ik ga het toch nog een keer herhalen. Vera heeft een emotie-encyclopedie uitgegeven, waarbij dat ze eigenlijk de emoties... Ik kan dat hier even op stil zetten, want Facebook ambiteert mij. Meldingen, geluid, dempen, voilà. Jullie horen dat waarschijnlijk ook, die meldingen, vandaar. Vera Helleman heeft dus een emotie-encyclopedie samengesteld, waarbij ze de emoties in 8 emotiegroepen bundelt. En elke emotiegroep heeft zo zijn nut. En voor de mensen die daar eerst een keer van horen, van emoties, nut. Het is zo, elke mens heeft per dag om en bij de 60.000 gedachten. Dat kunnen natuurlijk meer of minder zijn. Die flitsen door je hoofd. Sommige gedachten geloof je. En die worden overtuigingen. Gedachten die je niet gelooft, die passeren gewoon. Maar de gedachten die je gelooft, die worden overtuigingen. En overtuigingen kunnen ofwel jou vooruit helpen. En dat zijn constructieve overtuigingen. Ik ben goed bezig in mijn job. Mijn collega's appreciëren mij. Dat is een overtuiging die ervoor zorgt dat je nog beter voelt in je vel, dat je nog meer plezier haalt op je werk. Dat is een overtuiging die vooruit helpt. Maar je kunt ook een belemmerende overtuiging hebben. Bijvoorbeeld, als ik niet genoeg mijn best doe, dan gaat mijn partner ongelukkig zijn. Dat is een overtuiging, maar die maakt jou het leven eigenlijk lastig, want dat beperkt jou. Als jij dan dingen doet die echt wel bij jou passen, maar die misschien voor jouw partner minder aangenaam zijn, dan ga je die daardoor niet meer doen en ga je jezelf beperken. Dus iedereen heeft een heel set aan overtuigingen opgebouwd gedurende zijn leven. En die overtuigingen die helpen jou eigenlijk om jouw leven te bouwen. Dag Elsje, dag Cindy. En emoties die vertellen ons eigenlijk meer over onze overtuigingen. Dus aan de hand van onze overtuigingen bouwen we ons leven op. Dat gaat automatisch. Eigenlijk is het zo, het onderbewuste dat wordt eigenlijk bestuurd door onze overtuigingen. Als ik de overtuiging heb van mijn collega's appreciëren mij en ik doe mijn werk goed, dan gaat mijn onderbewuste daarop reageren en dan ga ik vanzelf ook veel makkelijker werk verzetten op mijn werk. Stom voorbeeld, maar onze overtuigingen zijn heel belangrijk. En onze emoties, die vertellen ons iets over onze overtuigingen. En dus die 8 emotiegroepen, die hebben allemaal een bepaalde functie om ons te laten aan de slag gaan met onze overtuigingen. En vandaag was de emotiegroep schuld en schaamte. Dat is een aparte emotiegroep, schuld en schaamte. Dat is een die eigenlijk niet heel natuurlijk is. Er zijn op
deze aardbol vijf soorten wezens die een soort ik-besef hebben. En dat zijn mensen, olifanten, dolfijnen, eksters en... Ah ja, mensapen of zoiets. Chimpansees, ik weet het niet. In ieder geval, die vijf soorten species, die hebben een ik-besef. En enkel die kunnen dus ook schuld en schaamte voelen. Zolang dat je geen ik-besef hebt, kun je ook geen schaamte voelen, want je weet niet van jezelf dat je bestaat. Ik vond dat wel een leuk weetje. Maar het is ook schuld en schaamte die onze maatschappij domineert. Je komt in de supermarkt. Hier in Vlaanderen is het verplicht om een mondkapje te dragen. Maar bijvoorbeeld in Nederland, waar ik vandaag was, niet. Het wordt heel sterk aangeraden. Dus als je binnenwandelt in een supermarkt zonder mondkapje, dan kijken heel veel mensen jou met schuldige ogen, nee, met schuld... beschuldigend aan. Ja, dus... direct een oordeel. Je draagt geen mondkapje, je bent een egoïst. Ja, we leggen dan heel vaak schuld bij de ander. En als ik jong was, leerde ik altijd van maar je mag geen schuld voelen, je mag geen oordeel hebben. Terwijl dat ik er de laatste jaren achter gekomen ben dat dat juist heel leerrijk is. Door te kijken naar de oordelen die je op een ander hebt, kan je ontzettend veel leren van jezelf. Een korte oefening. Schrijf eens op. Mensen die goesting hebben, doe maar mee. Je blaadje papier hebt of een kladblokje of zoiets in de buurt. Je denkt aan iemand. En... je schrijft op welk oordeel je vindt echt die persoon is slecht bezig. Ja? Je schrijft op waarom dat je vindt dat die persoon slecht bezig is. En je schrijft gewoon op, kijk, ik vind dat die persoon slecht bezig is, want puntje. Ik had nog niks. Geen suggesties doen, zodat degenen die zin hebben om mee te doen, dat rap even kunnen doen. Ik heb dat zelf ook gedaan. Natuurlijk, ja, je gaat niet aan die cursus als je die oefening niet wil maken. Hè. Ik ga dat voorbeeldje niet geven. Jawel, ik ga het wel geven, maar ik ga er geen naam op plakken. Dat is iemand die mij... mijn bepaald idee ontzettend neerhaalde. En die had echt zo van, Jelle, zoals jij de zaken bekijkt, dat is verloren energie en je had het beter zo en zo gedaan. En hey Thomas. En ik vond dat die persoon heel slecht bezig was, want die had mijn visie gewoon minderwaardig bevonden. Nu, dan is de tweede vraag. Als je je lijstje bekijkt van waarom vind je die persoon niet goed bezig, vraag jezelf eens af, in welke mate beperk ik mezelf om te zorgen dat ik niet doe zoals die persoon? Ja, Cindy geeft het al aan, datgene waar je een ander over oordeelt, is datgene wat je in jezelf mag onderzoeken. Dat is mijn ervaring. Dat is juist, Cindy. Dus concreet, bijvoorbeeld. Ik heb een ongelooflijk oordeel op Trump. Bijvoorbeeld, hè. Die man die liegt en bedriegt waar dat hij... Pas op, het kan zijn dat dat waar is, hè, wat hij zegt, maar dat is gewoon even een voorbeeld. Ik vind bijvoorbeeld dat Trump liegt en bedriegt, zoals het hem goed uitkomt, links, rechts... maakt niet uit. Er zit geen lijn in zijn ideeën. Er zit geen consistentie in zijn ideeën. Hij vertelt maar
een soort windhaan. Hij doet maar wat hij op dat moment het beste vindt. Dat is mijn oordeel. En daarom is hij niet goed bezig. Oké, dan is de tweede vraag. Waarin beperk ik mezelf om niet te zijn zoals Trump? Oké, en dan zit ik te denken. Wat ik meest vervelend vind, is dat hij het ene moment links zegt en het andere moment rechts. En dat er geen logisch verband tussen zit, behalve dan dat het kort termijn denken is. Oké, dus ik heb een oordeel op kort termijn denken, waardoor dat ik mezelf niet meer toelaat om korte termijn te denken. Ho, ik heb altijd mezelf een oordeel gehad dat ik bepaalde dingen niet mocht zeggen, omdat ik de dag voordien het anders vond. Wow, dat is wel een eye-opener. Dus door de oordelen die wij op anderen hebben, dat vertelt ons wat dat wij zelf niet willen doen en waarin we onszelf beperken. Die persoon waar ik dat straks van sprak, die had dus die vond dat ik die vond mijn ideeën goed niet juist. En ik besefte dat ik eigenlijk hetzelfde oordeel had op hem. Dus die oordelen is super interessant om te onderzoeken. Als je een oordeel op iemand hebt, wat wil dat oordeel mij vertellen? En dan dat oordeel ook weer kunnen loslaten. Oké, het moment dat ik besefte van, ja maar, ik vind eigenlijk ook dat hij, die mijn visie niet goed vond, ik vind ook dat zijn visie niet juist is. Ik heb een oordeel op zijn manier van kijken. Oh, plots was dat oordeel minder lastig, want ik had eigenlijk hetzelfde. En het kwam los. Ik vind het moeilijk om het heel helder te brengen, merk ik. Maar het was wel een heel belangrijke. Ja, ik moet hem nog een keer laten zakken, merk ik. En direct voel ik een soort schaamte, want ik ben nu aan het vertellen over iets wat ik het gevoel heb van, kan het nog niet genoeg zelf uitleggen. En toch zit ik erover te vertellen en ik voel direct een soort schuld en schaamte, terwijl ja, er is op zich ook niks mis mee. Maar dat gewoon herkennen, dat voelen, dat er is, en dan ook weer kunnen loslaten. En het leuke aan de emotiegroep schuld-schaamte is, op het moment dat je hem herkent, kan je de emotiegroep liefde ernaast zetten. En liefde, die kan terug naar de verzachting gaan. Heel concreet, ik ga, het moment dat ik merk dat ik, oei, ben het hier aan het uitleggen, ik vind het zelf niet helder genoeg, kan ik terug aan de liefde aan zeggen, maar het is niet zo erg dat je het nog niet helemaal kent. En ja, dus is hetzelfde. Die persoon die mijn mening onderuit wou halen en die mij minder goed vond omdat ik dat zei, die kon ik plots ook weer in liefde omarmen. Cindy antwoordt, probeer eens één dag niet te oordelen. Zo leuk om te doen. PS, je omschrijft het prima. Ah, dankjewel, Cindy. Probeer eens één dag niet te oordelen. Ja, ik heb vandaag geleerd dat eigenlijk niet de bedoeling is. Want dan ga je een onacceptatie op oordelen hebben. Het is belangrijk om je oordelen te zien. Als je het oordeel voelt komen, dat je het opmerkt. En dat je gaat direct gaan zoeken van, ja, maar wat wil dat oordeel mij vertellen over mijn eigen kijk op de zaken? Dus een dag niet oordelen, dan heb je eigenlijk een oordeel op het oordelen. Een beetje meta. En dat is oordeel op het oordeel, dan kom je al rap in de buurt van spirituele ego's en dat is ook niet constructief. Dus laat jezelf toe om te oordelen, maar zie wel dat het een oordeel is. En ga na waarom dat oordeel jou iets kan bijbrengen. En een keer dat je door hebt waarom dat oordeel er was,
dan met behulp van liefde en dankbaarheid dat ook weer loslaten. En Vera vertelde dat eigenlijk als je op die manier kunt in het leven staan, dat er een moment komt dat je ook quasi geen schuld en geen schaamte meer voelt, dat je geen oordelen meer voelt. Want je hebt geleerd door jezelf te bekijken om om te accepteren zoals het is. Ja? Dus het moment dat je volledig in acceptatie gaat, zelfs acceptatie op het oordeel, valt het oordeel bijna ogenblikkelijk weg. En dat is wel het komieke. In het Engels zeggen ze: what you resist, you persist. Wat je de weerstand tegenbiedt, dat maak je net sterker. Dus als je zegt van ik mag niet oordelen, dan ja, op zich is dat ook al een oordeel weer. Wordt zeer meta. Bon, ik ben ondertussen alweer, hoe lang? Al 20 minuten aan het praten. Ik ga nog één ding uit het boekje halen. Wacht even. Pom, pom, pom. Ik had er straks nog iets zien staan en het is nu weg. Ja, het is niet voor nu dan. Alright. Hoe gaat het eigenlijk met jullie? ik vind het leuk om een beetje interactie te hebben. Ik vind het super tof dat Cindy reageert op wat ik aan het vertellen ben. Dat heeft het gevoel. Ik kreeg bijzonder veel reacties op deze stream. Maar de meeste zijn achteraf, soms via mail. Of gewoon op straat als ik iemand tegenkom die ook gekeken heeft. Het leuke is ook mensen die af en toe een keer kijken en die ik dan zo toevallig tegenkom, dat de drempel lager is om tegen mij te bespreken, want ze hebben mij onlangs nog maar gehoord. Dus ik vind het wel leuk om te blijven doen, maar ik vind het ook wel plezant om de mensen die live volgen ook te horen. Elsje antwoordt: ik denk dat je op den duur meer mededogen hebt voor jezelf en de ander, omdat duidelijk wordt dat we naar maar mensen zijn. Met elk, wat staat erbij? Met elk onze gebreken. Ja, dat klopt. En dat is wat Vera ook vertelde. De tegenovergestelde van emotiegroep van schuld, schaamte, dat is de emotiegroep liefde. En onze natuurlijke staat van zijn is liefde. Wij voelen ons het best als we in die emotiegroep liefde zijn. Daarom ook van al die romantische films. Terwijl romantiek niet altijd veel met liefde te maken heeft. Zeker relaties hebben niet zo per se veel met liefde te maken. Maar dus ja, inderdaad. Hoe meer dat we in onze natuurlijke staat van zijn komen in de vorm van liefde, zelfliefde en liefde voor de ander, hoe minder dat we nog geconfronteerd worden met de emotiegroep schuld en schaamte. En hoe meer dat je in de schuld en schaamte gaat, hoe verder dat je van jezelf bent, hoe minder verbinding dat je met jezelf maakt en hoe minder goed dat je voelt. En het komieke is dat wij in onze maatschappij, in het wetboek, vandaag, Vera heeft het Nederlands wetboek, ik weet niet of het Belgisch wetboek hetzelfde is, maar een van de eerste artikelen was: als je iets fout doet, dan moet je gestraft worden. Terwijl straf, dat is net het uitwerken van schuld en schaamte. Eigenlijk zou straf niet meer moeten nodig zijn. Dat mag weg. Als je iets misdoet, dan kom je best aan vergeving toe, aan zelfvergeving. Maar bon, ik ga afronden hier. Ik ga iets eten, maar ik heb nog niet gegeten. Ik ga dan misschien nog een beetje in mijn zetel liggen en dan vroeg gaan slapen, want morgen is het weer werkdag. Stuur mij gerust een berichtje wat dat jullie er zelf van denken. Ik heb nu Cindy en Elsje gehoord.
Als je zelf ook nadien beluistert, stuur ofwel hieronder een berichtje, ofwel stuur een privéberichtje, is ook altijd fijn. Ik, die live sessies op Facebook, die zet ik ook altijd op YouTube. Het zou mij plezieren als jullie ook jullie abonneren op mijn YouTube kanaal. YouTube.com/Jelle Dulster. Het is eigenlijk heel eenvoudig. En dan ga je, of je zoekt gewoon op Jelle Dulster op YouTube en dan ga je mijn kanaal wel vinden. Het zou wel fijn zijn. Cindy vertelt nog dat het goed gaat met haar en dat ze geen mondkapje draagt in de winkels. Cindy woont dan ook in Nederland. Mensen zijn vriendelijk naar haar. Ik heb geen enkele nare ervaring gehad in deze maanden. Mijn motto, ik blijf trouw aan mezelf en in verbinding met mezelf. Ik lach liefdevol naar alle mensen. Ah ja, naar alle mensen. Ja, dat is fijn. Ik heb al een ander ding meegemaakt. Als je zonder mond, in de tijd dat hier in België nog niet verplicht was, maar heel sterk aangeraden. En ik wandelde ook en ik lachte ook lief naar de mensen. Dan keken mensen soms toch nog eens kwaad naar mij. Ik heb nog een grappige meegemaakt. Ik zat in de supermarkt hier een beetje verderop. En een dame doet haar mondkapje af, haalt haar zakdoek boven en snuit. In de supermarkt snuit ze haar neus. En dan is haar mondkapje weer op. Dan denk ik van... Alle microben die zij had, zijn gewoon over de hele supermarkt heen verspreid, denk ik. Kan niet de bedoeling zijn. Maar bon, vond het wel grappig. Ik was laatst aan het wandelen op straat en er kruiste een dame op een fiets kruiste mij. En we hadden alle twee geen mondkapje aan, maar terwijl ze mij kruist, dus ze zo haar neus dicht, dat ze bij die zo... mijn adem toevallig niet zou binnenkrijgen. Ja, mensen doen zotte dingen nu in corona. Ja. Bon, ik heb eigenlijk nog wel heel veel leuke dingen te vertellen, maar die niks met dit onderwerp te maken hebben. En dan gaat het ons veel te lang verder brengen. Dus ik ga sparen voor volgende week. Terug om 8:30 op woensdagavond. Beste mensen, zorg goed voor jullie zelf. Zorg goed voor de mensen die je graag ziet die rond je zijn. En tot volgende week. Tadaa!